Hey Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender training video nummer 2. In de vorige alles over deze training heb je Blender voor het eerst gedownload. Die heb je vast gelijk geopend en toen zag je een heleboel grijs knopjes, schermpjes en weet ik het al niet meer niet schrikken. En deze video ga ik je laten zien hoe Blender ze ongeveer in elkaar steekt. En heel belangrijk, we gaan een start-up file maken met een beetje andere indeling van Blender. En die heb je nodig voor de rest van deze training. Heel belangrijk, dus laten we maar gauw gaan beginnen. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. En jij blender gedownload en gelijk geopend natuurlijk. En dan zie je dit. Een uh, blokje in een grijze zee van niks. Nou ja, niks. <laughs> Check de user interface van Blender, oftewel de gebruikersomgeving in het Nederlands. Wat is wat? Je ziet overal schermpjes, knopjes, instellingen en menu's. Maar laat je er niet door afschrikken. Het systeem van werken in Blender zit echt heel erg slim en handig en goed in elkaar. Het is niet voor niets een programma wat steeds meer gebruikt wordt in de hele wereld. En niet alleen omdat het gratis is, maar omdat je er ook hele vette dingen in kan maken. En de manier van werken met al die menu's en schermpjes en sneltoetsen zit gewoon heel erg slim in elkaar. Maar... Je moet het je wel eigen maken, je moet het je wel leren, en ik ga jou daar stap voor stap in meenemen. En we beginnen bij het begin. Maar hey, als je denkt dat zo'n leeg blenderbestand al ingewikkeld is, ha, kijk hier, dit is het blenderbestand van de animatie van de tekening van Chris. Weet je wel, mijn zoontje heeft een tekening gemaakt, en alle objecten heb ik in blender gezet en uh, geanimeerd. Een klein beetje beweging meegegeven en daar een hele toffe animatie van gemaakt. Nog niet gezien. Check de link hieronder. Of ga naar mijn website en bekijk hem. Zeker. Maar uh, moet je kijken: super vet. En trouwens, uh, je ziet ook nu is alles uh, grijs. En als ik op dit knopje druk, dan krijgt het al een beetje materialen. En als ik op dit druk knopje drukt, dan krijg ik het rendered view. Maar meer daarover in video nummer 5. En als je zo'n gevuld blender project al ingewikkeld eruit vindt zien, moet je eens hier dan kijken. Dit is echt gemaakt door de super professionals van de Blender Animation Studio. Die staat trouwens in Amsterdam, gewoon hier in Nederland. En zij hebben een aantal heel erg toffe open movies gemaakt. En een daarvan is Spring, een meisje en een hond die uh, samen een avontuur beleven en de lente opstarten zeg maar. Nou, ga vooral kijken. Link in de beschrijving. Ook de andere open movies. Super vet om eens te kijken. En hier zie je dus, zo'n uh, ja, gerikt character. Die uh, met al die botten. Ja, je zegt waar botten? Botten, ja, inderdaad. Al deze dingetjes, dat zijn botten. En samen volgens een uh, skelet. En ik kan er bijvoorbeeld eentje pakken. En dan zie je dus dat ik daarmee. Hier het ooglid een klein beetje kan uh, bewegen. Nou, en al die botten samen. Als je die allemaal gaat animeren. Dus uh, al die puntjes zetten en vastleggen in de tijd. Dan kun je dus een hele smooth, mooie, professionele, super vette animatie maken. En dat, dames en heren, is voor de echte. Echte pro's. En wil jij dit level bereiken, dan moet je beginnen met dit. Breng je eigen tekening tot leven in Blender. Ja, wij gaan ook aan de slag met die puntjes. Ja, we gaan deze objecten ook een klein beetje beweging geven. En um, ja, jouw Blender-avontuur start hier. En hier moeten we het eventjes over hebben. Om te beginnen, maar eens over al die schermpjes in Blender. Hoe steekt dat in elkaar? Hoe kun je ze splitsen en samenvoegen? Want je gaat jouw, mijn eigen layout instellen. Want standaard heeft Blender een bepaalde layout. Die gaan we een beetje ombouwen. Want die layout ga ik gebruiken voor de rest van deze training. En die vind ik gewoon fijner. Dus ga jij die ook gebruiken? Ha, je hebt geen keus. Nou ja, moet je zelf weten. Ik laat het je zo zien. We gaan het heel even hebben over de belangrijkste menus die je vindt in de user interface van Blender. En checken of jij een GPU in je laptop of PC systeem hebt zitten. Want zo'n GPU, zo'n grafische kaart, is wel heel erg fijn om te hebben. Maar niet getreurd als je hem niet hebt, komt goed. Wat gaan we dus doen? Wat is de grote doelopdracht? We gaan een start-up file maken. Dus alle dingen die je. Ga instellen nu in Blender. Ga je vastleggen in een startup file. En dus je GPU checken. Dus um, aan de slag in blender. En um, ik ga je een paar dingen laten zien. En ik zou je aanraden, doe dat gelijk met mij mee. Dus uh, als ik iets doe, um, doe het ook. En uh, pauzeer de video. En uh, druk dan weer op play. Enzovoort, enzovoort. Dus pauze nadoen, pauze nadoen, pauze nadoen. En op het eind hebben wij samen de belangrijke doelopdracht van deze video nummer 2 gefixt. We beginnen maar eens even met die schermpjes. De standaard indeling van Blender ziet er zo uit. Ja, de kleurtjes vind je niet echt terug. Maar heb ik je gewoon even gebruikt. Want dingen uitleggen met kleurtjes is altijd fijn. Er zijn vier schermpjes: groen, geel, rood en blauw. Waar vind je ze en wat doen ze? Nou, uh, ik zal het je laten zien. Uh, ik heb maar even voor groen gekozen voor de 3D viewport. Dit is de 3D viewport. Daar vind je ze ongeveer alles. Uh, terug van je hele scène, vindt zich af in deze 3D-wereld. En uh, al de objecten van die 3D-wereld, die vind je terug in een soort van outline. Outline, <laughs> dat is een mooi Nederlands-Engelse verhaspeling. Ja, ik ga vaker Engels en Nederlands door elkaar heen gebruiken. Dit is de outliner. En wat ik wil zeggen was, dat alle 3D-objecten die in je 3D-scène staan, hier in een soort uitklapmenuutje te vinden zijn. Hieronder vind je het properties menu. En hier vind je een heleboel tabbladen en onder elk tab alle instellingen van van alles en nog wat. En hieronder, we zijn natuurlijk bezig met animatie. In het blauw de tijdlijn met een playknop. En net als bij een video editor gaat er dan zo'n lijntje lopen. Burp, dat is je tijdlijn waar je animatie gaat maken. All right. Dus hier hebben we dus de 3D viewport. Daar bevinden zich dus alle 3D objecten. En hier vind je de outliner. Een soort uitklap met alle uh, dingen die in je 3D scène te vinden zijn. En in het rood vind je de... Properties panel, dus alle instellingen van alles en nog wat. En hier vind je dus Master of Tide, de tijdlijn. Mooi geschreven, Valkenier of niet echt? Allright, terug naar het kleurtjes. Dus 3D Viewport, Outliner, Properties en tijdlijn. Dat zijn de vier belangrijkste schermpjes van de basislayout van Blender. Maar ja. Die layout kan je natuurlijk helemaal indelen zoals je zelf wil. Bijvoorbeeld, uh, hier heb ik een gele aan die kant gezet. Of misschien wil je wel een heel ander schermpje, een roze. Kan dat ook? Jazeker. Je kan Blender dus allerlei schermpjes openen en op een plek zetten. En met een bepaalde grootte van wat jij maar wil en fijn vindt. Wat gewoon past bij de taak die je op dat moment wat je aan het doen bent. En zo kun je dus de user interface van Blender helemaal instellen. En dit, dames en heren, is mijn favoriet. Met de properties panel helemaal aan de linkerkant. De outliner ernaast. De 3D view, viewport uh, groot aan de rechterkant. En hieronder de tijdlijn. Nou, waarom vind ik dat nou een fijne indeling? Nou, die properties en die outliner. Met uh, properties met al die instellingen. En de outliner met al die 3D-objecten in een uitklapmenu. Kunnen best wel lang worden. En daarom vind ik het fijn om ze zo hoog mogelijk op mijn beeldscherm te hebben, zodat je minder hoeft te scrollen. En het lijkt ook meer op zoals andere grafische programma's ook werken... met links een menu en gereedschappen en zo... en dan rechts je canvas en hieronder prop ik dus mijn tijdlijn. Maar... Hoe kun je dus de user interface van de standaard naar mijn favoriet zetten? Dat doe je door uh, splitsen en samenvoegen. En op die manier kun je dus mijn layout instellen. En dat gaan we dus nu, dus maar eventjes doen. Dus doe mij ook uh, na. Nou, um, hieronder vind je dus de tijdlijn. En als ik gewoon met uh, links klik en sleep, kan ik dus schermpjes groter en kleiner maken. En ze zullen nooit voor elkaar gaan. Dus uh, of over elkaar heen terechtkomen. Dus dat is wel heel erg fijn. Nou, zo'n schermpje kan je dus ook splitsen en uh, samenvoegen. En ik maak. Deze een beetje groter, kan je het goed zien. Ik heb hierboven dus de outliner en hieronder de properties. En zo'n schermpje kan je samenvoegen. Dat doe je door rechtermuisknop, klik je erop en dan staat hier Join Areas. En als ik daarop klik. En dan zit er iets, uh, lijkt wel een soort van uh, vast aan mijn muis. Ik klik geen enkele knop of druk nergens op. Maar ik beweeg al mijn muis een beetje heen en weer in. Dan kan je dus kiezen welke je wilt behouden en welke je weer weg wil hebben. Nou, klik deze bovenste aan. Hoppakee, dan is de outliner weg. Dan heb ik hier dus nog maar alleen de properties over. Doe dat ook. All right, gedaan. All right, all right, right. Door naar het volgende schermpje. We gaan hier weer met rechtste muisknop. Klik je weer hierop. En dan doe je weer join areas. En dan ga je deze kant op. Dan klik je hier uh, rechts. Hoppakee. En dan heb ik hier dus boven een heel grote 3D viewport. En dan heb ik nog maar drie schermen over. Heb je dat gedaan? Oké. Okay. En dan gaan we hierdoor. En dan gaan we het eventjes uh, deze een beetje omhoog trekken. En dan ga ik hier klikken. En dan klik ik hier weer met een rechter muisknop. Dus op de rand van het ene en het andere schermpje. En dan klik ik hier op Join Areas. En dan klik ik zo. En hoppakee. Dan heb ik nog maar... Twee schermen over. Hierboven een hele grote 3D viewport en hieronder een hele grote tijdlijn. Nou, die 3D viewport gaan we eens even splitsen. Ik klik weer met de rechter muisknop uh, hierop en er staat hier vertical split. En als ik daarop klik, dan kan ik dus kiezen waar ik dat schermpje wil splitsen. En dan klik ik hier één keer en dan klik ik hier vertical split nog een keer. Alright, doe dat ook. Check, gedaan. Hartstikke toppie. Want uh, dan ga ik je het volgende uitleggen. Hier linksboven vind je allerlei knopjes. Nou, heel veel knopjes. Maar het gaat even om uh, dit knopje. Ik zal het even aanwijzen. Daar heb je een knopje. En daar een knopje. En daar een knopje. En dat is eigenlijk heel uh, logisch, want het zijn drie dezelfde knopjes. Want het zijn ook drie schermpjes. En elk schermpje heeft dus boven dat knopje. En wat is dat knopje? Dat is het knopje van welk schermpje moet het wezen. En het zijn er nogal wat. Dit zijn alle mogelijke schermpjes die je in Blender kan openen. Je hebt General, Animation, Scripting en Data. En moet je kijken, een heleboel. Kijk, standaard opent Blender dus met vier schermpjes. Maar, goh, je kan er een heleboel openen. En uh, weet je nog, aan de linkerkant willen we de... Dat zal ik even laten zien. De Properties panel zetten. Dus dat betekent dat we ook in Blender hier kiezen voor de. Daar is die. Properties panel. Hihi, staat hier staat hij mooi in deze kant. En aan deze kant gaan we kiezen voor de Outliner. Yes. En hier dus de 3D Viewport. Maar die uh, tijdlijn zit nog over de hele breedte heen. Kijk, en dat vind ik echt niet handig, want ik wil dat die properties en die outliner gewoon helemaal van boven naar beneden lopen. Dus we gaan die tijdlijn eventjes onder de 3D viewport zetten. En doe dat dus met mij mee. Wat je kan doen is hier dus weer rechter muiskop klikken, die onder. En dan klik je hier op Join Areas. En dan klik je zo op. En dan gaat die naar beneden. En dan doe je nog een keer hier weer Join Areas. Hop. En dan gaat die naar beneden. En voilà, je hebt de. Standaard indeling van Blender verandert naar mijn indeling. Met hier dus de properties panel. Hihi. En eh, hier dus de outliner. Met eh, hier dus de 3D viewport. En hier dus de tijdlijn. En dat vind ik gewoon um, fijner. Want dat betekent dat je hier gewoon heel veel ruimte hebt voor allerlei instellingen om te scrollen. Oh, een heleboel pijlen. En hier dus heel veel ruimte in de outliner voor al jouw. 3D-objecten die je dus uh, in jouw 3D-scène bevinden en je hier dus terugvindt. Alright, is het gelukt? Heb je het gefixt? Probeer het maar eens. Rechtermuisknop, muisknop, vertical split, horizontal split, join areas en swap areas trouwens. Ik heb het nog heel snel laten zien. Als je op swap areas drukt, dan kun je dus deze outliner en de properties panel heel makkelijk uh, omwisselen. Alright, stel je voor. Je denkt, leuk uh, Bart Valkenier, maar ik heb er een enorme zoortje van gemaakt. Mijn user interface helemaal naar de piep geholpen. Nou, weet je wat je dan kan doen? Dan kun je altijd weer terug naar File. Krijg je hier het menu. En dan vind je hier Default. En er staat dan Load Factory Settings. Daar ga ik nu niet op klikken, want anders moet ik het allemaal nog een keer doen. Maar als je op Load Factory Settings klikt, dan gaat Blender weer terug naar uh, zoals het was toen je het voor het eerst gedownload hebt en opende. En dan kun je dus vanuit weer een... Ja, Vanaf het begin af beginnen. Dus je kan altijd weer Load Factory Settings doen en dan is Blender weer helemaal gereset. Alright, en misschien vraag je je nog af, wat zijn al die knopjes hierboven? Nou, uh, al die knopjes hierboven. Dat zijn eigenlijk standaard indelingen van Blender. Dus het zijn andere schermpjes, andere types schermpjes en andere indelingen van Blender. Die horen bij een specifieke taak. Zoals bijvoorbeeld uh, shading, of animation, of rendering. En aan deze kant compositing, geometry notes. En heel erg eng scripting. Ooh, dat had te maken met uh, programmeren en zo. Nou, um, weet je wat, je wat we gaan doen? We gaan lekker. Deze allemaal eruit slopen. Want we hebben ze niet echt nodig. Ik ga ze niet gebruiken in deze training. En dan hebben we gewoon wat minder um, extra woorden in je user interface staan. Dat kan je gewoon doen door rechter muisknop op te klikken. En dan klik je gewoon op delete. Jonge twee Notes, delete compositing delete. Nou, je snapt het idee. Ik ga ze gewoon allemaal weghalen. Misschien denk je, wat? Misschien hebben ze nodig. Help, help, help. Dit gaat helemaal fout. Nee hoor. Haal ze gewoon maar weg. En het enige wat we dan nog aan deze kant overhouden, is je layout. De layout die we net hebben gemaakt. En ja, we kunnen dan ook altijd weer terug. Die minuutje bij plusje drukken en dan vind je het dus ook allemaal weer terug. Of je kan je eigen layouts maken. En uh, gedurende de training zullen we dat misschien ook al... Nee, misschien. Dat gaan we ook gewoon her en der doen. Maar voor nu... Haal ze gewoon weg met rechtermuisknop muisknop en dan gewoon op delete. En dan ziet het hierboven gewoon net een tikje leger uit. Fijn toch? Allright, we gaan het even heel kort hebben over menus. En er zijn ook een heleboel blender, maar grofweg heb je altijd een menu bovenaan. Een T-menu links en een N-menu rechts. En die T-N slaan natuurlijk op de toets TNN. Eerst maar eens kijken naar de menus aan de bovenkant. Hierboven heb je altijd dit menu. File, Edit, Render, Window en Help. En dit is gewoon het standaard menu wat je eigenlijk altijd ziet. Wat je ook zou verwachten in elk programma. Dus File, Save, Save As, Save Copy. En uh, hier die defaults met Load Factory Settings en uh, Edit. En nou, dat soort dingetjes. Gewoon een beetje standaard dingen die je in elk programma wel zou kunnen verwachten. Maar elk soort schermpje heeft ook zijn eigen menu's. En uh, de 3D Viewport heeft drie uh, menu's bovenaan. Hier aan deze kant. Vind je object mode, view select, add an object. Daar kun je allerlei... Eh. Dingen in doen hier en midden in boven heb je een heel aantal knopjes met global la, la, la. Kom, allemaal, kom je allemaal wel tegen hier aan de rechterkant heb je ook een heleboel uh, knopjes en menus en hier die verschillende views en zo van rendered en material en zo. Dus je hebt hier drie uh, menus hier eigenlijk aan de bovenkant in de 3D viewport. Aan deze kant in het midden en aan deze kant. En zo heeft elk type schermpje een beetje zijn eigen menus hier aan de bovenkant. En ik zei al: het T-menu. En het N-menu. En als ik op de toets T druk, dan krijg je hier dus, dan klapt hier dit menu uit met een aantal soort gereedschappen die we in de komende video's gaan behandelen. En je hebt het N-menu, die klapt aan deze kant uit. En wat je dan ook ziet, is dat je bij het N-menu verschillende tabbladen, item, tool en view. En je kan ook add-ons installeren in Blender, extra stukjes software. En die komen dan hier als verschillende tabs eh, terecht in het N-menu. En die kan je dus eh, tevoorschijn halen met N en met de t dus uh, als je ze niet ziet, T en N. Dan kun je dus het N-menu en het T-menu tevoorschijn toveren. En dat is hetzelfde als ook in heel veel andere schermpjes. Hebben ook een T- of een N-menu. Of iets vergelijkbaars. En dan moet ik nog even hebben over jouw grafische kaart. Check je GPU. Nou oké, okay, wat is dat? Elke laptop. Of pc, of wat dan ook, die je koopt, heeft een processor. Het ding wat rekent. En dat noem je een CPU. Maar de wat duurdere systemen zullen ook een GPU hebben. Oftewel grafische processing unit. En die is heel goed in twee dingen: namelijk het realtime weergeven van 3D animaties en het renderen daarvan. En als je een beetje gamer bent, dan snap ik wat, je, wat ik bedoel. Het is heel fijn om een dikke vette videokaart te hebben. En helemaal beter om die als je hem hebt ook aan te zetten in blender. Waar doe je dat? Nou, um, daar ga ik je zo laten laten zien, maar eerst eventjes dit. Kijk, ik heb hier gewoon de animatie en dan moet je kijken als, die, als ik hem beweeg, dan wordt het super korrig en laat ik hem stilstaan. Dan gaat uh, Blender of je computer dus heel hard rekenen en hoe langer ik wacht, hoe uh, meer het lijkt als op dat de uiteindelijke animatie ook gaat worden. En dat doet Blender door middel van een render Engine. En die vind je hierboven in de Properties panel. Dan vind je het icoontje van een fototoestel en hier vind je Render Engine Cycles. En uh, Blender heeft uh, drie render engines: Eevee, Workbench en Cycles. En ik ga er nu niet heel erg lang technisch verhaal overhouden. Maar als ik hem op Eevee zet, dan zul je zien: dat het ziet er nog best wel hetzelfde uit. Maar het is minder blokkerig. Eevee is een render engine die veel sneller is, maar minder realistisch. Cycles is een render engine die veel realistischer is, maar minder snel. En bij Cycles vind je hier ook. Uh, dat je kan kiezen tussen CPU of die GPU. Maar die GPU staat er alleen maar als je die ook aanzet in uh, Blender. Je gaat naar Edit en dan klik je hier op. References. En dan krijg je hier een uh, schermpje met de wereld en dingen die je kan instellen. En dat is allemaal voor nu niet echt relevant. Maar wat wel relevant is, is dat je hier moet klikken op system. Dus doe dat ook echt vooral. Klik op system. En dan vind je hier Cycle Render Devices. En dan vind je hier een aantal uh, knoppen. En als je op zo'n knop uh, klikt, dan zie je eigenlijk van. Hey, heeft jouw PC iets waar Blender aan heeft. In deze technische shit. Bijvoorbeeld van uh, API, daar heeft hij no compatible GPUs found for cycles. Daar kan hij dus niks mee. Hier kan hij ook niks mee. Maar hier. In mijn geval heb ik een optics mogelijkheid en een cuda mogelijkheid, en uh, ik weet echt mijn god niet wat het verschil is tussen die twee. Maakt voor nu niet zoveel uit. Maar wat wel uitmaakt, is dat je hier dus moet checken of je daar vinkjes kan aanzetten. Oeh, ik kan een vinkje aanzetten voor mijn grafische kaart en voor mijn processor. Dus zet die vinkjes aan als je ze hebt. Nou, en als je dus niet een grafische kaart hebt, niet getreurd, komt goed. Ook gewoon op je processor kan je hele vette dingen maken in Blender. Je kan zelfs ook laten online renderen. Dus dan maakt het helemaal niet uit wat voor een pc je hebt. Maar dat komt later allemaal wel. Goed, om die instellingen die je net hebt dat je hem opslaat, vind je hier het onder het minuutje in de staat standaard op Auto save Preferences. Dus alles wat je hier instelt wordt automatisch opgeslagen. Hoppakee, en nu kan ik dus mijn device uh, zetten op GPU Compute. En je ziet ook, nu word ik, word ik zelf ook een stuk soepeler van. Dat gaat gewoon allemaal net even wat uh, soepeler. Dus. Check je GPU. All right, hard gewerkt, hard gewerkt. Dus tijd om de, al je harde werken vast te leggen in een startup file. Hoe doe je dat? Uh, nou, jij hebt dus de layout ingesteld. Je hebt je GPU gecheckt. En dan gaan we twee dingetjes doen. En eerst naar nou File. En dan gaan we dit Blender bestand gewoon eens eventjes opslaan. En druk je op Save of Save As, wat jij wil. En dan gaan we een nieuwe map aanmaken. Waarin jij al die dingen die je gaat maken voor deze Blender training gewoon gaat opslaan. Want megaproject. Mega nieuwe map, en uh, hier krijg je dus een soort uh, Blender verkennen, net zoals Windows verkennen of uh, Finder voor uh, jullie Apple-liefhebbers out there. Maar um, hier vind je dus je C- en D-schijven of de schijven die op je PC zitten, en uh, een aantal andere dingetjes. Nou, uh, deze video duurde al lang genoeg, dus ik ga het kort houden. Klik ergens op um, de, mijn partje desktop, documents, uh, OneDrive, Google Drive, whatever. Maar ik zet hem gewoon even op mijn D-schijf, en dan vind ik hier een knopje met een nieuwe map, en dan geef ik die een uh, naam. Mijn Epic Blender map. Hm, weet ik veel. Dubbel en dan open je die map. En dan geef ik hier onder de naam aan de blender bestand. Start up file. En dan klik ik op start. Save as. Dan heb ik dus een nieuwe map gemaakt ergens op mijn computer. En in die map vind je dus dit Blender-bestand terug. En die kan je dan altijd makkelijk openen. Maar we zouden twee dingen doen. En het tweede wat je moet doen is ook op file drukken. En dan klik je hier op defaults. En dan staat hier save start-up file. En dan klik je erop. En dan zegt hij, weet je het heel erg zeker? En dan zeg je, yes, ik weet het zeker. Hartstikke klatsay. En wat er nu gebeurt is dat elke keer als je Blender opent, dan opent hij standaard in deze. Indeling, de favoriete bart indeling die jij dus net ook hebt ingesteld en met je GPU en zo gecheckt en al dat soort dingen. Dus ik heb nu dus uh, start-up file ook als bestand echt opgeslagen, als blend bestand en ingesteld dat elke keer als ik blender open, die dus ook uh, in deze indeling geopend wordt. En dat is gewoon wel zo handig. Alright, nou, uh, dat hebben we dus gedaan. We hebben een start-up file gemaakt. En je GPU gecheckt. Op naar de volgende video, en dan gaan we wat niet meer hebben over schermpjes, technische GPU, start-up-file dingen. We gaan het hebben over een paar tips die jij moet weten voordat je je pot opslijpt en aan de slag gaat met je tekening. Maak iets!